Patiënten die verzekerd zijn bij het Staatsziekenfonds zullen, indien de situatie ongewijzigd blijft, tussen 30 oktober en 10 november niet behandeld worden door de specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS. Het bestuur van deze organisatie is ontevreden over de wijze waarop SZF invulling geeft aan overeenkomsten die eerder zijn gesloten tussen partijen. Het besluit is afgelopen woensdag tijdens een spoedalgemene ledenvergadering genomen. Intussen is de directie van het SZF ook op de hoogte gesteld van deze aangekondigde actie. Deze methode zal iedere eind van de maand gehanteerd worden totdat het vertrouwen in SZF bij de medische specialisten is hersteld, zegt het bestuur van de vereniging in een brief. Volgens Ben Hewitt, voorzitter van de sectie specialisten van de VMS, is er over 2017 nog geen betaling geweest. Hij hoopt dat er voor 30 oktober een oplossing komt. Die de emmer heeft doen overlopen, was het feit dat we over september pas 20 oktober zijn uitbetaald. En iedereen heeft zo zijn verplichtingen, hypotheek, aflossingen en noem maar op. En het vervelende is ook dat dit gedaan is zonder dat het, we ervan op de hoogte zijn gesteld. Dus we waren onaangenaam verrast. Yeah. En het is niet de eerste keer. Kijk, als het sowieso de eerste keer gebeurt, zeggen we oké. Maar het is al in het verleden vaker geweest en we hebben daar afspraken over gemaakt. En als men zich niet aan afspraken houdt, dan gaan we op een gegeven moment toch moeten zeggen van hoe gaan we hier iets tegen beginnen. En vandaar ons standpunt. Maar we hopen dat er voor 30 oktober alle hete hangijzers die er zijn, dat die uit het vuur gehaald worden. Hewitt zegt verder dat het SZF nog geen duidelijke reactie heeft gegeven op de actie van VMS. Hij vindt dat de financiële verplichtingen vanuit het ziekenfonds te lang op zich laten wachten. Een van de belangrijkste dingen is dat op een gegeven moment BZSR bij Self Reliance is weggehaald. En dat het SZF dat heeft overgenomen. En wij waren al een beetje bang dat het SZF het misschien niet aan zou kunnen, omdat het toch om heel veel patiënten gaat. En we hebben daarin onze ondersteuning gegeven, tijd gegeven, uitleg gegeven. Want het is natuurlijk een hele andere manier van werken dan het Staatsziekenfonds gewend was. Maar in die zin zijn we dus teleurgesteld dat van de andere kant er heel weinig gedaan is om die groep uit te betalen. We hebben net in september en augustus en september heeft men over 2016 uitbetaald. En dan gaat het om de patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis. Voor 2017 zijn er dus mensen opgenomen voor BASO. En daar is tot de dag van vandaag geen betaling over geweest. En dat kan niet. Wij vinden dat op een gegeven moment, we zijn nu al bijna 2 jaar bezig, dan vinden wij, dan moet het systeem lopen en dan moet er betaald worden. U hoorde de stem van Ben Hewitt, voorzitter van de sectie specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname. De vereniging is namelijk ontevreden over de wijze waarop het SZF haar financiële afspraken nakomt en wil maatregelen hieraan verbinden. Intussen heeft de directie van SZF een persbericht over deze kwestie gelanceerd. Het SZF is verontwaardigd over de brief van de VMS en noemt de punten die worden aangehaald door het bestuur van de vereniging disproportioneel, verzonnen en overdreven. Aan de hand van een schema toont de directie van SZF aan hoe de betalingen aan medische specialisten plaatsvindt.